En Wiegel, nou, die vind ik op het scherm ook wel altijd sympathiek overkomen, toch? Ja, maar hij is natuurlijk, heeft een lange carrière van wel opmerkelijk rechtse denkbeelden. Hij liet zich ook verleiden om eventueel Pim Fortuyn bij te staan. Dus, Forum heeft hij ook geholpen. Bij Wiegel is natuurlijk een sterke, zeg maar, rechtspopulistische onderstroom aanwezig. Hmm. Maar als persoon, bovendien, had Wiegel een hele goede eigenschap. Je kon kritisch met hem praten over politiek en dat nam hij goed op. Hmm. En je hebt ook mensen die meteen boos worden natuurlijk, maar hij nam dat prima op. Ja, dat is eigenlijk de kern van politiek, toch? Ja, dat je met elkaar ingrijpend van mening kunt verschillen, zonder dat je dus op Twitteriaanse wijze gaat schelden en gaat dreigen. En nou ja, die hele wonderlijke sfeer. Tegenwoordig moet zo'n beetje de helft van het establishment beschermd worden vanwege de bedreiging. Dat zijn natuurlijk hele trieste toestanden. Ja. Wat was de nacht van Wiegel ook alweer? De nacht van Wiegel, dat ging om een ingrijpende wijziging van het verkiezingscircus en van de... dat was het eigenlijk, van de verkiezingsprocedures. En dat was het werk van Tom de Graaf. Die was toen, dacht ik, minister. Ik vond het eerlijk gezegd een volkomen krankjoren voorstel. In dit opzicht was ik het dus met Wiegel eens. En nou goed, dat zou... Wiegel zat volgens mij toen in de Eerste Kamer, als ik het me goed herinner. En dat hing op één stem en dat was Wiegel. Dus het was hartstikke spannend. Hij speelde het ook, ik bedoel... Zekere acteursambities zijn hem niet vreemd natuurlijk. Dus hij speelde het goed en zei tenslotte... tegen. En daarmee was het wetsontwerp naar mijn gevoel volledig terecht gesneuveld. Ja. Ik vond dat hij wat mij betreft heeft hij bij die gelegenheid de Nederlandse democratie in dienst bewezen. Want er was iets ingewikkelds met kiesdistricten en zo. Weer de bekende, die eindeloos dreunen is het verkeerde woord, ritselend voortwoekerende lulkoek over het democratiseren van de democratie.